Miro is een tool waarmee je in je eentje of met meerdere mensen tegelijk op een online whiteboard kunt werken. Het handige hieraan is dat je na een evaluatiesessie of een brainstorm het bord digitaal kunt opslaan, waardoor je niet al je post-its kwijt bent bijvoorbeeld. Ook kun je Miro gebruiken om je aan je studenten te vragen voor de les iets op het bord te plaatsen waarmee je dan tijdens de les verder kunt. Ik ben Laura van MBO Mediawijs en in deze video ga ik je de basis van Miro laten zien. Het eerste wat je doet is naar Miro.com gaan. Nou, ik heb al een account, dus daarom wilde je mij meteen inloggen. Maar als je nog geen account hebt, kan je hierboven naar Sign Up gaan. Dan kan je gewoon met je e-mailadres uh, een account aanmaken. Dan moet je je team een naam geven. En vervolgens kan je via Setup een nieuw bord kiezen. Het is uh, voor je eerste bord misschien handig om bij Setup from Scratch te kiezen zodat je met een leeg bord kunt starten. Nou, als je dat allemaal hebt gedaan, dan heb je als het goed is een leeg bord in beeld, zoals dit. En ik zal nu even alle icoontjes links in beeld uitleggen die je nodig hebt om eigenlijk je bord te gaan vullen. Dus bovenaan is wat je al hebt, de cursor. Daarmee kun je eigenlijk inzoomen en uitzoomen, je kunt dingen selecteren. En je kunt door je rechtermuisknop ingedrukt te houden over het bord um, navigeren. Dus als je heel veel geplaatst hebt, kun je zo langs alle elementen verplaatsen. Onder de cursor zien we een knopje met templates. En dat zijn eigenlijk allerlei schablonen die je kunt gebruiken. Voor als je niet met een leeg bord wil beginnen. En in een volgende video ga ik laten zien hoe je een schabloon kunt gebruiken van Miro voor bepaalde werkvormen in de les. Dus voor nu laten we die nog even zitten. Daaronder zien we een T. Daarmee kun je eigenlijk tekst toevoegen. Dus je kunt nu overal op het bord klikken om iets toe te voegen. Dus test. En je kunt ook meteen de lettergrootte hier aanpassen. Je kunt zelfs andere fonts kiezen. Kleurtjes. Je kan een link toevoegen. Nou, dit zou je eigenlijk kunnen gebruiken voor de basis van een mindmap. Bijvoorbeeld als je dit in het midden zet dan zou je daar omheen allerlei andere woorden kunnen toevoegen. Ja, onder de T zien we een post-it. Je kunt allerlei kleurtjes uh, uitkiezen. En als je dat hebt, dan kan je ook weer overal op het bord klikken. En dan heb je daar een post-it. Hier kun je ook weer lettergrootte aanpassen. En uh, ja, als hij dan eenmaal staat, dan kun je hem ook weer verplaatsen. Dus als hij ergens toch niet helemaal op de goede plek staat, kan je hem heel makkelijk verschuiven. Onder de post-its hebben we verschillende vormen. Stel dat je een mindmap wil maken en je wil beginnen met een rondje of met een ovaal dan zou je die kunnen zetten in het midden en dan kun je daar ook weer een woord in zetten waarvan je ook weer de lettergrootte kunt aanpassen en het lettertype en dan zet je die bijvoorbeeld hier op het bord en dan kan je daar weer mee verder. Daaronder zien we pijltjes. Nou, je hebt verschillende soorten pijlen waar je uit kunt kiezen en lijntjes. Dus als we het toch over mindmap hebben, dan is dat wel heel handig om te gebruiken. Daar heb je ook weer verschillende dingen mee die je kunt aanpassen. Maar ik zou vooral aanraden om hier zelf lekker mee aan de slag te gaan en wat dingen uit te proberen. Onder het pijltje hebben we een pen. Stel dat je echt dingen met de hand zou willen gaan schrijven, dan kan dat ook. Of als je een vormpje wilt toevoegen bij de mindmap, of als je zelf een pijltje wil maken, dan kan dat bijvoorbeeld ook. Nou, nu voegt er niet zo heel veel toe, maar ja, misschien uh, heb je ooit een werkvorm waarbij je wel de pen uh, kan inzetten, dan heb je die optie dus ook. En je kunt ook nog comments plaatsen. Dus als je met meerdere mensen aan een bord werkt, is die wel heel handig. Dan kan je bijvoorbeeld bij iemands bijdrage hier, als je daar iets over wil zeggen, klik je, dan kun je hier de comment plaatsen. En vervolgens staat hier dus een klein spraakwolkje, zodat mensen weten dat jij daar een comment hebt geplaatst. Die kunnen, kunnen daarop klikken en dan zien ze wie hem heeft geplaatst, wanneer. En uh, als die is opgelost, dan kunnen ze hem resolven. En dan verdwijnt hij ook weer van het bord. Dus vooral als je met meerdere mensen tegelijk werkt, kan die wel heel handig zijn. En dan hebben we hier ook nog frame. En dat kan handig zijn als je. Stel dat je je bord wil gaan presenteren, dan kan je die frames gebruiken als de basis voor je presentatie. Maar daar komt ook nog een volgende video over, waarin ik laat zien hoe je Miro kunt gebruiken om te presenteren. Nou, op het moment dat je studenten of collega's wil uitnodigen om mee te werken aan het bord, ga je hier rechtsboven naar Share, dan geef je, je bord een naam. Dan vul je hierboven de e-mailadressen in van de mensen die je wil uitnodigen om mee te doen aan het bord. Hiermee is het dus niet meer AVG Proof, dus dan is het wel belangrijk dat de school een verwerkingsovereenkomst opstelt mocht je Miro gaan gebruiken in je onderwijs. Dit was de uitleg over de basis van Miro. Het is dus een handige tool waarmee je in je eentje of met meerdere mensen tegelijk kunt samenwerken op een online whiteboard. En zoals ik in het begin ook al even zei, biedt Mira ook heel veel schablonen aan. En in een volgende video zal ik laten zien hoe je schablonen kunt inzetten voor verschillende werkvormen. En voor nu hoop ik dat je lekker aan de slag kan en wens ik je veel plezier bij het maken van je eerste mira bord